Of anderhalf gezicht, denk ik. Ik denk dat we de eerste kwartier, 20 minuten slecht starten. Krijgen eigenlijk weer een goal tegen die eigenlijk te voorkomen is, denk ik. Dat was denk ik wel een klapje. Nou, dan krijgen we de tweede uit een cornerbal tegen, afgeslagen bal. Ik vond dat we daarna wel ons oprichten en dat we wel het overwicht kregen en ook wat kansen creëerden in de eerste helft. En in de rust hebben we gezegd, ja, we zijn er nog niet klaar mee en we gaan er overheen. Dat hebben ze wel fantastisch gedaan, moet ik zeggen. Ja, bij die doelpunten, hè, weer een beetje apathisch verdedigd, had ik het idee. Weinig druk. Ja, de eerste bal is een kopbal uit een voorzet of uit een tweede bal vanaf een meter of 11. Ja, dat moet ik nog terugzien, maar ja, daar zagen we er niet goed uit. De tweede was een cornerbal, staan we niet op te letten, op de 16 schiet ze binnen. Ja, daar zijn we gewoon niet scherp genoeg en dat is wel iets wat beter moet. En ja, goed, aan de andere kant kun je ook zeggen, als je dan ziet wat we de tweede helft kunnen leveren als team, ja, daar mag je zo een compliment voor geven. En Dirk, voor het eerst weer in de basis. Ja. Kun je zo'n moeilijke wedstrijd, mag ik zeggen, moeilijke eerste helft? Ja, nee, denk ik het ook. Ik denk, veel momenten gewoon te slordig, denk ik. Maar ja, dus des te mooier dat je uiteindelijk gewoon wel met de drie punten, wel gewoon de drie punten meeneemt. Dus dat is natuurlijk fijn. Was je nog bang dat NEC, dat jouw spelers ook over de streep zouden gaan? Met een nogal warm scheidsrechter. Dat is een understatement, denk ik. Maar nee, dat niet. Ik vond wel dat je moet ook scherp duelleren. En dat mag ook. En wel verstandig zijn. Dus je moet niet van achteren dat soort dingen doen. Maar je moet wel scherp duelleren. Ik had niet het gevoel dat wij over de scheef gingen. En dat zit ook niet in ons team, moet ik eerlijk zeggen. Ik kreeg nog een gele kaart. Is dat daar een frustratie in? Nee, niet per se. Ik denk dat het gewoon meer counter eruit halen is. En, ja, dan moet je gewoon zorgen dat het snel gebeurt en misschien zag het er iets agressiever uit dan dat ik het bedoeld had. Zo kennen we jou niet, maar met jou komt er wel meer voetbal uit. Ja, weet ik niet. Dat is natuurlijk lastig. Dat moeten we ook zelf gewoon terugkijken. Maar ik denk dat het onderhanden te maken mee heeft. Dat we gewoon, we willen te snel naar voren. Terwijl je eigenlijk ziet dat als we gewoon langer de bal van kant naar kant spelen, dat we vanzelf de ruimte krijgen. En je zag een paar momenten in de eerste helft dat we dat iets beter doen. Dan zie je ook gewoon dat we eigenlijk best wel makkelijk richting de 16 meter komen. Alleen ja, je begint gewoon heel matig en te onrustig aan de bal. En je laat Excelsior eigenlijk in het spel komen. Ja, dan krijg je natuurlijk twee moeilijke onnodige goals tegen, denk ik. Maar ja, uiteindelijk knokken we onszelf terug in de tweede helft en gaan we naar 3-2. Ja, dan zit je veel hoger druk ook, hè, dan de eerste helft, maar ook bij 2-0 achter kunnen we niet echt uitkwamen. We hadden een beetje aan het twijfelen. We hadden wel afgesproken dat we, zeg maar, zij speelden met een vijfmansverdediging, dat we van back naar back zouden doordekken. Ik vond aan de linkerkant prima, dan speelden ze ook alleen met de lange bal. De rechterkant twijfelde daar een beetje over. De rust hebben we gezegd, ja, er is nog maar één ding dat we doen, dat is volle bak druk. En achterop met drie man tegen twee, dat moet altijd kunnen. Nou, dat hebben we goed gedaan. En ik snap dat de ploeg in de eerste helft, mede door het scoreverloop, daar een beetje in twijfelt. Ik vond wel gaandeweg de eerste helft dat we daar wel een stapje in maakten. Maar de tweede helft hebben we dat beter gedaan. Ja, en dan de tweede helft inderdaad, volle bak druk. En dan pak je de overwinning op. Ja, zeker. En dan moet je ook wel een beetje geluk bij hebben natuurlijk. Hè. Uiteindelijk komen we goed terug tot 2-1, goede goal. En uit de vrije trap 2-2, nou, dat zit ook een keer mee dan. Ja, en daarna heb je wel het gevoel van, we gaan er overheen. Want er zat zoveel energie in op dat moment. En zij speelden met 10 man. En ik had ook al wel met 11 man het gevoel van, ja, wij gaan kansen creëren en wij gaan er overheen. Puur op mentaal gebied en ook op fysiek gebied. En daar mag je ook een keer trots op zijn. Dan is het rust, hè? Wat wordt er dan gezegd? Een rustspeech? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk gaf trainer aan van, weet je, de wedstrijd is zeker nog niet gespeeld. Want je ziet dat we, als we gewoon de bal wat langer houden, dat we echt wel doorkomen en dat we echt tot kansen kunnen komen. En je zag al wel een paar speldenprikjes in de eerste helft. Ja, nog niet hele grote kansen. Maar ja, dan zie je als je één keer scoort dat het weer helemaal kan gaan leven. Nou, dan scoor je vroeg in de tweede helft. Ja, dat helpt dan uiteindelijk. En dat zorgt dan ook voor dat die jongens die erin komen ook uiteindelijk af kunnen maken. Ik zag jullie inzakken. Uiteindelijk hebben we dus ook wel voor gekozen om soms gewoon in te zakken. Ook om, want zij kunnen best wel goed met ruimte in de rug spelen. Ze hebben natuurlijk best wel snelle spitsen, ook met Zwart. Ja, kan het soms handig zijn om die ruimte in de rug een beetje eruit te halen. Maar ik denk dat op een gegeven moment gingen we ook wat hoger druk zetten. En je ziet dat Excelsior daar eigenlijk wat meer moeite mee had. Dat ze snelle lange bal gingen spelen en dat wij dan ook gewoon
ja, vaker de bal veroverden en ook beter in ons spel kwamen. Dus ja, dat gaf trainer op een gegeven moment in de rust ook aan van ja, weet je, we gaan gewoon hoger druk zetten nu. En ja, uiteindelijk heeft dat gewerkt. Ja, dan ben je nog met die twee. Ja, nee, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Kijk, we hadden natuurlijk beter, nog beter gespeeld en geen twee goals tegen gekregen. Maar ja, weet je, uiteindelijk de punten tellen en dat is het allerbelangrijkste. Je ziet nog een vrije trap met Rafsan en El Karouani. Is dat dan gretigheid? Ja, heb ik, ik hoorde het net. Nee, ik was niet ingestudeerd, nee. ja, dat is niet goed. Dat is niet goed. En dat zullen we met Elias bespreken. Waar afgesproken, Sofjan neemt de vrije trap. Nou, hij schiet hem ook uiteindelijk als een assisten richting volgens mij Thomas of Jonathan, dat weet ik niet precies. Ja, dat moet helaas niet doen. Hij moet daar gewoon vanaf blijven. Dus dat zullen we met hem bespreken. En ik zag gisteren van John van den Brom bij Genk hadden ze met een penalty dat. Nou, die zei ook, moet als grote kerel wat uitpraten en klaar en weer door. En zo is het ook.